Yes, dames en heren, leuk je hier te kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Als je wil, druk natuurlijk eventjes op het blauw duimpje. Mag daarmee supporten, namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien de item shop van vandaag in beeld staan met vandaag zeker weten toffe items. Je kunt natuurlijk overwegen om de code te vullen in te vullen rechts onderin. Wie dat ook heeft gedaan is Lars Power. Ik heb deze skin met de beste zak gekocht. PS, komt er nog een mini podcast aan? Nou, Lars, dat weet ik niet zeker. Misschien in het begin van season 2. Maar dit seizoen gaat lastig worden. Maar in ieder geval, heel erg bedankt dat je onze code hebt ingevuld. We gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag een gemiddeld aantal topics. Dus we gaan direct beginnen. Ja, en het eerste topic. We gaan natuurlijk eventjes een kijkje nemen hoe ver we zitten in dit seizoen. Nou, we zitten op 97%. Wat betekent dat we nu nog drie dagen lang in dit seizoen zitten. Dus het gaat helemaal niet lang meer duren. Het is echt aftellen geblazen. Dit betekent dus dat we op een zondag overgaan naar het nieuwe seizoen. Dus dat is toch wel een beetje... Of eigenlijk zaterdag. Of zaterdag of zondag. Oké, volgens mij... Nou, is het zaterdag of zondag? Zaterdag misschien dan. Maar in ieder geval in het weekend. Dus dat is redelijk apart. Want meestal is het op een dinsdag. Maar dit keer dus in het weekend. Oké, we gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over een nieuw soort Wild Week. Jawel, namelijk deze week is het Bargain Bin Week. En wat betekent dat? Nou, alles wat je bij de NPC's koopt, dus wapens en zo, met natuurlijk gouden bars, dat heeft nu een korting van 50%. Dus dat betekent dat je veel goedkoper alles kunt halen. En ik zou zeggen, doe dat. Gebruik je bars, want over 3 dagen dan wordt alles gereset. Dus maak daar gebruik van. Maar goed, een nieuw soort Wild Week, dat betekent inderdaad dat de oude Wild Week weer gedisabled is. Wat betekent inderdaad dat de shark, de wolves, de boars en de frogs geunvald zijn. Dus die kun je gewoon weer vinden in de map. Dus dat is zeker weten chill, want die waren inderdaad gevald. Maar nu zijn ze dus weer terug. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en we gaan het nu eventjes hebben over de earthquakes. We hebben natuurlijk een tijdje geleden alweer eigenlijk, of ja, een paar dagen geleden, hebben we natuurlijk de laatste aardbeving rond Tilted Towers gezien. Toen hebben we ook de laatste krater gekregen. Alleen toen kregen we opeens aardbevingen door de gehele map heen. Of nou ja, eigenlijk eerst linksboven in de map en nu linksonder in de map, namelijk de gele cirkels. Waarschijnlijk vandaag, verder op de dag, dat we rechtsonder in de map aardbevingen krijgen en uiteindelijk ook rechtsbovenin en misschien ook wel in het midden. Dus uiteindelijk hebben we door de gehele map aardbevingen gevoeld. Maar wat gaat dit betekenen? Dat weten we nog niet, maar daar komen we zeer snel achter. We gaan door naar het volgende topic. Ja, dit is ook het laatste topic, maar dit is gewoon eventjes een leuk eindevent. Het is een concept, jawel, weer gemaakt door Official Trimix. En ik wil deze gewoon eventjes live bekijken. Dus we gaan hem ook gewoon doen. Hier zien we dat alle raketdeuren opengaan. Dus dat is zeker weer interessant. Daar komen natuurlijk raketten uit, denk ik. En wat gaan we zien? Het is natuurlijk een event, dus sommige dingen gaan niet heel erg snel. Maar we zien inderdaad de 7 rockets omhoog gaan. Het zijn namelijk 7. Volgens mij zijn het de 7 of 8. Volgens mij zijn het de 7. Maar goed, waar gaat deze heen? Ja, dit is al wel heel erg dik gemaakt door zo'n dikke... Oké, dit ziet er echt heel erg lijp uit. Dit lijkt een beetje op het event wat we natuurlijk al een keertje eerder hebben gezien in chapter 1. Namelijk het final event. En ze zijn nu allemaal weg in een rift. En wat gaat er nog meer gebeuren? Ze komen eruit. En letterlijk dit hebben we ook gezien bij het allerlaatste event van chapter 1. Dus ik ben heel erg benieuwd. Komt die op de map terecht of gaat er nog wat gebeuren? Ik zie ook een meteoriet. Oké, in het midden. Dus, dit ziet er niet best uit. Dikke explosie. Een vulkaan. Een vulkaan, moet je kijken. Oké, dit zou natuurlijk kunnen dat dit eraan gaat komen in season 2. Je weet maar nooit, een vulkaan, joh. Dat lijkt me wel echt super dik. Hebben we natuurlijk eerder gehad. Maar ik bedoel, nog een vulkaan die misschien wat andere dingetjes gaat doen en zo. Zou natuurlijk ook niet verkeerd zijn. Heel erg tof gemaakt en... Wellicht dat dit gaat gebeuren. Waarschijnlijk dan in het begin van season 2. Want we krijgen het einde van dit seizoen in ieder geval geen live event meer. Maar in het begin van het volgende seizoen wellicht wel. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat je hebt genoten. Druk dan natuurlijk even op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zakt te veel vraag kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe update video. Peace out.